Het Openbaar Ministerie en Conservation International Suriname hebben een MOU ondertekend om samen de natuurlijke hulpbronnen van Suriname te beschermen. Ze zullen samenwerken aan de preventie, opsporing en strafvervolging van milieudelicten en ondersteunen handhavingsacties. De focus ligt op duurzame handel in natuurlijke hulpbronnen en het versterken van de Environmental Crime Unit. Beide partijen streven naar betere coördinatie en voorlichting om milieuwetten te bevorderen. President Santokki heeft op 11 juli 2024 nieuwe leden van het Centraal Stembureau en het Onafhankelijk Kiesbureau beëdigd, waardoor beide organen weer volledig kunnen functioneren. Het CHS keurt nu de kandidatenlijsten voor de Nationale Assemblée goed, terwijl het OKB toezicht houdt op de organisatie van verkiezingen en kiezerslijsten. Deze stappen versterken de democratische rechtsstaat in Suriname. De kantonrechter behandelde op 5 juli 2024 de strafzaak tegen JA, JH, GZ, RM, AM en MB voor ernstige misdrijven in Peking Saron, waaronder mishandeling, diefstal, afpersing, brandstichting en poging tot moord. De officier van justitie eiste 12 maanden gevangenisstraf voor MB, waarvan 7 voorwaardelijk. Advocaten MR, P. Karrig en meester M. Kastelen verdedigden de andere verdachten. De pleidooien voor GZ en MB worden op 12 juli gehouden.